Hans van Tellingen, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja. Je gaat een lezing houden zo meteen over de toekomst van retail. Ja. En we hebben de afgelopen jaren vrij negatieve verhalen gehoord over de stand van stenen winkels in de binnenstad. En de trend van online winkels wordt overal bezongen. Maar jij ziet eigenlijk het tegenovergestelde plaatsvinden. Vertel. Ja. Nou ja, kijk, allereerst... ik wou de microfoon meteen nemen. Mijn excuus, ja. Allereerst, het online aandeel in de retail is 5%. Mensen denken dat al 20% online wordt besteld van alle aankopen, maar het is slechts 5%. Brancheorganisaties als thuiswinkel.org, die beduvelen de boel, om dat zo maar uit te drukken. Maar dat betekent, als 5% online, dus dat 95% nog steeds in de fysieke winkel wordt gekocht. Nou, het online aandeel groeit wel. En het zou ooit over een jaar of 10, 15, zal het misschien wel 15% zijn. Maar de basis van het winkelen blijft nog steeds fysiek. Want mensen willen elkaar ontmoeten. Het zit in het DNA van mensen om graag fysiek te willen winkelen. Met name dat van vrouwen, dat verzinnen we niet zomaar, dat is allemaal onderzocht. 60% van alle aankopen wordt door vrouwen gedaan. En 85% van alle aankopen wordt door vrouwen beslissend beïnvloed. Dat heb ik niet zelf verzonnen, dat zijn internationale onderzoeken. En dat betekent dus, ja, zolang er vrouwen zijn, wordt er gewinkeld. Zolang er mensen zijn natuurlijk, wordt er gewinkeld. En ja, mensen willen elkaar blijven ontmoeten, ze willen 20 winkels gaan bezoeken. En dat blijft gewoon zo. Maar tegelijkertijd geloof ik wel in online zichtbaarheid. Ik geloof ook heus wel in de webshop, want dat kan extra klanten trekken. Maar het gaat met name dat je die extra klanten naar de echte, naar de fysieke winkel brengt. H&M heeft bijvoorbeeld wel een bezorgservice, maar daar moet je voor betalen. Alleen het is gratis als je het in de winkel ophaalt. Nou, als het eenmaal in de winkel is, als je eenmaal in de winkel bent als consument, ga je daar ook weer wat andere dingen bestellen. Dan hou je dus een zogenaamde lange kassabon. De fysieke winkels die slagen daarin. En de webwinkels die hebben vaak een korte kassabon. Het blijft bij dat ene jurkje, het blijft bij die ene laptop. We kopen nooit meer dan één of twee producten. En daarom geloof ik in de fysieke retail. En grotere binnensteden en ook grotere stadsdeelcentra, zoals we die noemen, grotere malls, die gaat het alleen maar beter doen. Die worden ook groter bij de uitkantwinkelareaal. Ja, en kleinere steden en in de periferie van het land, daar zul je inderdaad zien dat het areaal krimpt. Maar netto zullen er eigenlijk geen winkels verdwijnen. Misschien een paar procentjes, maar voor hetzelfde geld over 10 jaar zijn er toch nog een paar procent aan winkels bijgekomen. Wat er afgaat in slechte gebieden, komt er vaakbij in goede gebieden. Dat is de toekomst. En hoe is de situatie in Groningen, als u die kunt schetsen? Binnenstad Groningen hoort absoluut tot de winnaars. Er staan nu nog een paar winkeltjes leeg, maar ik voorspel je over een jaar of 1, 2, dan is er gewoon een tekort aan winkelruimte. Dat is er in feite nu al. Ik heb gisteren ook de wethouder gesproken. Ik heb de organisator van het festival gesproken. En die beamen dat grote units voor buitenlandse retailers, die zijn eigenlijk niet beschikbaar. Groningen zit vol. Ja, en die buitenlandse retailers die willen ook naar Groningen komen. Kijk, natuurlijk gaan ze eerst bijvoorbeeld naar Amsterdam of naar Rotterdam of naar Den Haag. Maar daarna is Groningen echt aan de beurt. En er is te weinig ruimte voor dat soort retailers om zich hier te kunnen vestigen. Dus ik zou zeggen, stadsbestuur, doe je best. En zorg ervoor dat de bestemming dusdanig gewijzigd wordt. Dat het kernwinkelgebied kan worden uitgebreid. Dat is dan echt de realiteit. Nogmaals, grote units. Geen 300 vierkante meter. Dankjewel. Oké. Okay.